live van de Accenture Innovation Awards. Welkom. Wie ben je en wat doe je? Ik ben Albert Fischer. Normaal gesproken ben ik directeur van Yellow & Blue, een investeringsmaatschappij voor nieuwe schone energiebedrijven. Vandaag ben ik ook voorzitter van de jury van de Groene Tulp. Ja, en als we eventjes bij we komen over allebei eventjes te praten. Maar ik wil eerst even in het algemeen met je, met je beginnen, want het, innovatie is het thema. Als ik aan jou vraag, wat is voor jou innovatie? Wat zeg je dan? Innovatie is voor mij drie woorden. Faster, better, cheaper, greener. Faster? Faster, better, cheaper and greener. Dat is voor mij innovatie. Ja, en als faster betekent, is het faster in de zin van sneller ontwikkelen? Of is het sneller... Het betekent eigenlijk producten die goedkoper zijn, die beter zijn, die meer comfort leveren, maar ook beter zijn voor het milieu. Dat is eigenlijk ook de onderliggende uitdaging die we moeten oplossen met behulp van innovatie. Ja, ja. En kun je misschien zelf voorbeelden geven van bedrijven waarin je investeert, waarin je hebt geïnvesteerd, die aan deze dingen voldoen? Ja, wij investeren dus in bedrijven die een schonere energievoorziening verzorgen. Wij kijken dan met name naar ondernemingen die eigenlijk heel onzichtbaar zijn, maar heel grote verschillen maken. Een van de ondernemingen heb ik hier een voorbeeld van. Dat is een Deens bedrijf, Romo, en zij maken dit product. Nou, wat doet dit nou? Dit is een sensor die je gebruikt om de windrichting te meten op windturbines. En niet achter op de nacel, op het huis, maar voor op de rotor. Dus voordat de wind inkomt. Dat betekent dat we de windturbines veel beter kunnen richten op de windrichting. En vaak staan ze de verkeerde kant op te kijken. Het gevolg is dat we veel meer opbrengst krijgen van windturbines. Door een simpele innovatie, want dit systeem, deze sensor bestaat al heel lang. Maar toepassen op een windturbine om er meer opbrengst uit te halen, dat is de innovatie. Dat, maar niet alleen dat. Doordat we dat meten, kunnen we ook precies zien hoeveel wind er is en hoeveel stroom er komt. Dus de voordelen in de keten later, dat je heel goed kunt voorspellen hoeveel windenergie er op het net gaat komen, is enorm. Dat vind ik dus een innovatie. Ja. Op jouw vakgebied, hoe staat het met de innovaties? Is het zo'n snelle wereld als overal, zeg maar? Ah, dat is een hele goede vraag. Nee, dat is het zeker niet. Als je kijkt naar de trends in de energiewereld, die zijn zorgelijk, maar juist heel goed voor innovatie. Er zijn er een paar. Ten eerste wat ik zie is dat er is overcapaciteit. Er is veel te veel generation capacity in Europa. Er komt veel meer duurzame energie op de markt. Vooral in Nederland bijvoorbeeld en Duitsland. Dat is één. Het tweede is dat de huishoudens gaan steeds meer minder energie verbruiken, maar onze prijzen gaan steeds omhoog. Al 15 jaar ga je 5,5% per jaar meer betalen. Dus in andere woorden, in 2000 betaalde je 1 euro, dan betaal je nu 2,35 euro, terwijl je minder gebruikt. Dat is het tweede punt. Het derde punt wat we zien is dat in landen waar veel burgerparticipatie is in de energieketen, heb je veel duurzame energie. Kijk maar naar Duitsland, kijk maar naar Denemarken. Vergelijk dat nou eens met Engeland en Nederland. Dan zie je, burgerparticipatie geeft schone energie. En wat betekent dat dus eigenlijk? Dat er een hoop mensen samenstaan en zeggen, wij moeten hier iets aan doen. Die willen ontsnappen aan het verstikkende nationale beleid. Vaak goed partijpolitieke beleid. En dan krijg je het concept van smart cities. Dat zijn lokale initiatiefnemers, burgemeesters, gemeenteraden, lokale ondernemers, die samen zeggen wij moeten onze stad leefbaar maken en gaan ook schone energie daarvoor toepassen. Ja, decentralisatie is een heel belangrijk thema. Hè, absoluut. Ja. Absoluut. Hey, wat is, je zegt, hè, als ik er naar kijk, dan is het eigenlijk niet goed gesteld met die innovatie in mijn vakgebied. Tegelijkertijd zeg je ook, dat biedt dus kansen, hè, ja, voor wie wil. Maar wat moet er gebeuren om meer innovatie tot stand te brengen? Nou, het is natuurlijk zo dat de energiewereld, wat je net ook naar refereerde naar de taxiwereld, is gereguleerd. En de wetgever heeft een hele grote invloed op de businessmodellen. Aan de ene kant is dat om de consument te beschermen. Hè, want je hebt vaak vrij weinig vrije keus. Aan de andere kant is dat ook verstikkend.
Dus enerzijds vind ik, er moet een vrije markt komen op dat gebied. En we moeten eigenlijk innovatie kunnen creëren, de mogelijkheden voor innovatie. Wat moet er gebeuren? Uiteindelijk moeten vrije ondernemers hun kans krijgen, vind ik. En waar moet het naartoe leiden? Kijk, nu kunnen we makkelijk bijvoorbeeld onze foto's delen. Waarom zouden we niet over 10 jaar onze energie ook net zo makkelijk kunnen delen als we onze foto's kunnen delen? Dat zijn de dingen waar de innovatie naartoe gaat, naar mijn idee. En als je als investeerder kijkt, waar let je op bij een onderneming? Toch wel in eerste instantie op technologie. Want de energiesector is toch echt gedreven door technologie op dit moment. We zijn als het ware in de situatie dat de internetwereld, zeg maar 20 jaar geleden. Hè, toen investeerde je in de Cisco's en de Akamai's. Hè, dus het bouwen van de infrastructuur. Tegenwoordig kun je de Ubers en de Facebook doen. Dat zijn de businessmodellen. De energiewereld staat ook nog op dat gebied. Infrastructuur bouwen. We moeten slimme meters implementeren. We moeten ze kunnen besturen. We moeten ze kunnen gebruiken. Dus die laag let ik heel erg op goede technologie. En dan krijg je daarnaast natuurlijk de kwaliteit van management. Is er een markt? Is het een subsidiegedreven product of niet? Hoe zit de vraag in elkaar? Dat zijn eigenlijk de normale vragen die je stelt als investeerder bij een investeringspropositie. Ja. Hey, je hebt gezegd wat innovatie is, maar waarom is innovatie eigenlijk belangrijk? Gewoon goede producten maken, kan toch ook? Ik vind het is belangrijk omdat wij groeien met onze samenleving. We hebben steeds meer producten en diensten. Die kosten energie en die energie is vervuilend. En dat klimaatprobleem moeten we wel oplossen. En daar hoort schone energieverbruik bij, zuinig energieverbruik. We gebruiken hier LED-lampen. Daar hoort bij schoon vervoer. Dat zijn de onderliggende oorzaken eigenlijk voor deze trend. Een leefbare samenleving creëren waarin we met steeds meer mensen steeds minder beroep doen op de bronnen van de aarde. Is er voldoende besef? Is dat een belemmering? Absoluut is dat een is er voldoende besef, vind ik ja en nee. Beleidsmatig zegt men, we moeten er wat aan doen. Als het uiteindelijk neerkomt op het openbreken van businessmodellen en sterke keuzes maken, dan kiezen we toch weer vaak voor het oude. Ja. Jammer genoeg, vind ik. Als jurylid en kijkend naar de kandidaten die bij je langskwamen, hoe innovatief is Nederland? Ik vind op zich is er heel veel aanbod. Ik heb hele goede bedrijven gezien. Het is heel moeilijk om te kiezen, omdat als jury hebben we weinig tijd om er dieper op in te gaan. Als investeerder ben ik vaak maanden bezig om een keuze te maken. Ga ik het doen of ga ik het niet doen? Nu mogen wij het als jury in 10 minuten doen. Dat is enerzijds heel leuk, want dan moet je natuurlijk sterk je onderbuikgevoel laten tellen. En anderzijds, misschien zit je er dan even naast, maar dat denk ik in dit geval niet, want we hebben ook een hele goede jury. Dus we gaan een mooie winnaar zien vandaag? Absoluut, daar ben ik van overtuigd. Ja. Ja. Hey, als je kijkt naar een bedrijf dat innovatief is, kun je daar karaktertrekken uithalen? Of wat zijn randvoorwaarden voor een bedrijf? Hoe ziet een innovatief bedrijf eruit, behalve het product dat hij maakt? Ik vind een combinatie van een innovatief concept, maar ook wel beide benen op de grond staan. Dat je realiseert dat het idee alleen of het concept is niet goed genoeg. Dat er nog een hele lange weg vaak te gaan is om het in de markt te zetten. Zeker als het gaat over bijvoorbeeld energie- of voedselinnovaties. Die hebben veel meer tijd nodig dan ICT-achtige innovaties. Ik vind dat getuigt van sterkte. Als je als ondernemer je pitch daar ook vertelt van jongens, dit wordt een lange reis, maar kijk eens, we hebben een enorme mogelijkheid om een verschil te maken. Dat vind ik het karakter van een goede innovatie. Hey, je hebt heel veel innovaties, als mensen erover hebben tegenwoordig, gaat het heel vaak over software. Hè? Maar hardware innoveren is een ander verhaal. Hè? Ja. Investeringen zijn anders, de trajecten zijn anders. Maar verandert die wereld ook qua snelheid van absoluut. Als je kijkt naar de energieketen, dat is dan mijn vakgebied, daar is heel weinig
ICT eigenlijk in aanwezig. Hè? Onze netwerken, die zien er nog uit zoals ze 30 jaar geleden, 40 jaar geleden gebouwd zijn. We hebben het gebouwd voor de, ik noem het de watervaldistributie. De energie opwekken bij een grote centrale en dan transporteren naar de gebruiker. We krijgen nu door de decentrale opwek, krijgen we app- en vloedbeweging in het netwerk. Dat kun je alleen maar doen met goede software. Dus er zijn hele goede kansen voor mensen die zich richten op software in de energieketen. Vanaf de bron tot en met het gebruik en terug. En daar ben ik heel hoopvol over. Ik heb heel veel innovaties, ook uit Nederland gezien op dat gebied. Zeer creatief, want ik zeg, jongens, jullie zijn echt op de goede weg. Dus eigenlijk zou ik kunnen zeggen, de digitalisering van de energieketen moet nog echt op gang komen? Maar moet absoluut nog op gang komen. Dat is de grote kans. Ik kan een voorbeeld noemen. Wat wij zien bijvoorbeeld is demand response. Demand response betekent eigenlijk dat je het gebruik van energie gaat aanpassen aan het aanbod. Traditioneel gesproken gaat het licht aan, dan gaat de centrale iets harder draaien. Je kunt ook zeggen nu, gaat het licht aan bij mij, dan gaat er bij de buren gaat iets uit. Dat noemen we demand response. Daardoor balanceer je vraag en aanbod veel beter. En daar zijn we aan toe. Maar daar heb je wel heel veel software voor nodig. Heel veel slimme technologie voor nodig. Nou, in plaats van dus energie op te slaan in batterijen, ga je spelen met gebruikers. Jij gaat je was doen wanneer er elektriciteit is in plaats van wanneer jij dat wil. Dat zijn natuurlijk fantastische voorbeelden van innovatie waar software voor nodig is. Als die digitalisering, zeg maar, TZT een feit is, zal het voor een versnelling van de innovatie zorgen? Absoluut, absoluut. Want dan krijg je het spiraaleffect. Op het moment dat je ziet de kosten om een innovatie in de markt te brengen worden minder, gaan steeds meer mensen dat doen. En we hebben hoeveel businessmodellen zien we niet op onze telefoon komen. Dat gaat exponentieel omhoog. Als je eenmaal ziet de kosten van het maken van een innovatie in die keten is laag. En dan krijg je concurrentie en daar hebben we allemaal voordeel van. Ja. Is het een mooie tijd om in te investeren? Vind ik wel. Ja, het is wel een tijd, op dit moment, korte termijn moeilijk. We zitten in een downturn, want alle energiebedrijven maken verliezen of in ieder geval hun winsten nemen af. Je moet nu investeren countercyclisch, want dit zijn de kansen. Ja. Is Nederland als land, zeg maar, niet zo eens zozeer of we goede innovaties doen, maar zijn de randvoorwaarden in ons land goed voor innovatie? Moet een overheid nog een rol spelen of speelt die een goede rol? Ik ben daar wat kritischer over. Ik vind met name het ecosysteem van technologie in ons land te beperkt. We zijn een handels- en doorvoersland. Dat zit in ons DNA. We hebben gebrek eigenlijk aan goede opleidingen op het gebied van techniek. En dat heeft de sector nodig. En dat vind ik toch wel een manco. Tweede manco vind ik in het ecosysteem. We hebben weinig clusters van innovatie op het gebied van energie. We hebben toch wel een beetje het beleid van spreiding. Ik kan niet zeggen, zoals bijvoorbeeld in Duitsland, energie-innovatie zit in München en omgeving. En daar vind je dus makkelijk management, daar vind je mensen met ideeën, daar zit kapitaal. Hè, een soort Silicon Valley van Europa. We hebben het spreidingsbeleid en dat maakt het heel moeilijk om voordeel te hebben van concentratie. Ja. Jammer genoeg. Ja. Als ik aan je vraag wat op jouw vakgebied belangrijke trends zijn, wat noem je dan? Nou, dat is eigenlijk waar ik net aangaf. Dat enerzijds de energiesector, de grote spelers maken verliezen. De tweede trend was dat eigenlijk de prijzen nog steeds omhoog zijn. En dat heeft tot gevolg dat eigenlijk energie-efficiëntie is een sluipende ontwikkeling die een grote impact heeft. En dat zien niet veel mensen, maar dat maakt wel het verschil. Als ik het even vergelijk met Amerika, dan zie je bijvoorbeeld dat het olieverbruik, olieimport neemt af. De meeste mensen denken dat het komt doordat ze zelf schalieolie op de markt brengen. Dat is misschien maar voor een deel waar. Het grootste deel komt eigenlijk doordat men minder kilometers maakt en zuinigere auto's heeft. En dat zie je overal in onze plekken.
dat de energieefficiëntie enorm toeneemt. En dat zijn ook kansen die we moeten oppakken. Het is natuurlijk lang niet zo sexy om een zonnepaneel op je dak te zetten. Of een windturbine. Maar het heeft wel impact. Iedere kilowattuur die je niet verbruikt, is natuurlijk pure winst. Ja. Oké. We gaan vandaag rondkijken. En we zijn benieuwd wie de winnaar in je categorie gaat worden. We gaan het beste om de mooiste eruit te zoeken. Dank je wel. Ja.